Robbie Amouts, wat vind jij als aanvoerder van deze wedstrijd? Ja, ik denk dat het zeer teleurstellend is vandaag wat er gebeurt. Ik denk dat we de afgelopen twee weken goed getraind hebben en goed gewerkt naar deze wedstrijd. En een goede oefenwedstrijd gehad in Groningen. Ja, dan is dit gewoon heel teleurstellend vandaag, dit resultaat. En ook dat we gewoon bijna nul kansen gecreëerd hebben. Ja, want als je kijkt over heel de wedstrijd, hebben jullie heel veel balbezit gehad. Maar voorin inderdaad, het eerste echte schot kwam in de 60ste minuut. Ja, precies. Daarin hebben we gewoon echt veel te weinig gecreëerd. En te weinig creativiteit laten zien. Ik denk dat we tot de 1-0 gewoon de bovenliggende partij zijn. Dat we wel voorin komen, maar niet echt. Tegenstanders uitspelen waardoor we ook helemaal niks creëren. Ja, misschien dat die 2-1 situatie van Cyril, dat had een kans moeten zijn. En volgens mij nog één situatie daarna of daarvoor in de eerste helft. Maar uiteindelijk hebben we gewoon veel te weinig gecreëerd. Heeft het dan ook mee te maken dat jullie tegenstanders zich vaak ingraven tegen jullie? Ja, dat heeft er zeker wel mee te maken. Alleen ik denk wel dat de buitenspelers hebben en de spits en nummer 10 die genoeg creativiteit heeft om ook in die kleine ruimte wat te forceren, denk ik. Maar goed, ik denk dat we vandaag als team hebben gewoon gefaald. Ja, want jullie spelen volgens mij heel erg op balbezit. En terwijl dat je hele snelle links en rechts buiten hebben staan. Kunnen jullie daar dan niet iets meer mee gaan doen? Ja, dat klopt. Ik denk dat we die veel beter moeten benutten. Het heeft wel met elkaar te maken natuurlijk. Het is een samenwerking van de buitenspeler en de andere speler. Dus ik denk dat daar zeker nog echt veel mogelijkheden zijn om te verbeteren. En goed, ik vind als je zoveel balbezit hebt, dat je dan zo weinig kansen creëert. Dat is wel echt heel kwalijk. Is dat dan ook de afgelopen wedstrijden dat het steeds niet lukt, dat ook in het kopje gaat zitten? Bedoel je die kansen creëren? Of, ja, dat is je weinig scoren. Nou, ik denk niet dat het in de groep in de kopjes zit, maar het is wel iets waar we duidelijk aan moeten werken. Maar ik heb niet het gevoel dat het echt in de hoofden zit. Nou, je hebt nu op zich een redelijk aantal punten verzameld. Wat is jullie doel voor de komende weken? Want jullie zeggen dat jullie willen groeien, maar wanneer zijn jullie ongeveer? Ja, dat is een moeilijke vraag. Zoals je vandaag ziet zijn we er nog lang niet. We zullen aan details moeten werken, aan speelstijl van de tegenstander, dat we in kleine ruimte veel meer moeten creëren. Misschien soms zelfs wat opportunistischer spelen in plaats van steeds opbouwen en van kant naar kant proberen te wisselen. En ik denk dat onze buitenspelers daarin wel belangrijk zijn. Maar goed, daarnaast hangt het natuurlijk niet alleen van de buitenspelers af. Maar ik denk dat we vooral in aanvallend opzicht, in balbezit, zeg maar, dat daar nog veel verbetering voor te halen. Ja, want om ons heen horen we heel veel dat het te veel gebreid wordt en te veel achteruit gespeeld. Vind je dat dan ook? Ja, ik vind dat we inderdaad te weinig echt geprikt hebben, zeg maar, om het zo te benoemen. Dat we te weinig hun pijn hebben gedaan en soms een actie proberen of iets creëren, zeg maar, door een bal in het pak te gooien. Misschien op een gegeven moment als de bal aan de buitenkant is, dan mogen we ook die voorzet spelen. En dat hebben we ook bijvoorbeeld veel te weinig gedaan vandaag. Ja, Eerherstel tegen Fortuna? Wat zeg je? Eerherstel tegen Fortuna volgende week? Ja, dat moet wel. Ik denk dat we twee keer verloren hebben nu en dat we onze schouders moeten rechten en onze rug moeten rechten, bedoel ik. En dat we gewoon achter elkaar moeten blijven staan en dat we de eer weer moeten herstellen. Ja. Hey, succes. Dankjewel.